Zeker 20% van de schilderijen die in Nederland worden verhandeld zijn vals. Maar in de rechtbank is het moeilijk te bewijzen dat een landschap of cubistisch meesterwerk niet echt is. En omdat valse schilderijen niet worden vernietigd, worden ze gewoon weer opnieuw verkocht. Johan Meijering heeft 10 van die valse schilderijen en hij hoopt dat de rechter hem morgen eindelijk gelijk heeft. De reportage is van Marijke Jansen en Hein Hansen. Ik heb schilderijen gekocht en die blijken volgens vele deskundigen zo vals te zijn als een kraai. En die wilde ik terugdoen aan de verkopers, maar die wilden dat niet terugnemen. En ik ben een rechtszaak begonnen. Een hele lange procedure en de rechtbank die heeft mij niet in het gelijk gesteld. Onbegrijpelijk. Ik ben eigenlijk uiterst razend op wat er gebeurd is. En ik ben hier in hoge druk om alsnog in het gelijk gesteld te worden. En de rechter heeft gewoon zijn werk niet goed gedaan. Die heeft geen experts gehoord, de deskundigen niet gehoord. En alle deskundigen in Nederland die zijn van mening unaniem dat dit valse schilderijen zijn. Johan Meijering is niet het enige slachtoffer. Naar schatting 20% van alle kunst is vals. En dat wordt alleen maar meer, want er wordt nooit iets vernietigd. Kunsthandelaar Willem Baars wordt overstelpt met nepschilderijen. Ik denk dat hier 3-4 keer per week mensen langskomen met werken die ze gekocht hebben op kleine veilingjes in Groningen of in Limburg of waar dan ook. En die absoluut niet goed zijn. Dit is een voorbeeld van een Karel Appel waar ik toevallig een paar per jaar plezier van krijg. Die absoluut goed zijn. Dat kunnen ook Poetsvitters zijn, dat kunnen Picasso's zijn die mensen op kleine veilingen kopen. Het allemaal vals. Er is nog nooit een vals schilderij in Nederland vernietigd. Waarom niet? Omdat dat niet hoeft. Omdat dat nergens in de wet staat. En het probleem dus is dat als een schilderij vals wordt verklaard door experts en dat zeg maar ook echt geautoriseerd wordt als vals, dat het toch terug kan komen in omloop. En dat is natuurlijk het hele grote probleem wereldwijd van vervalsingen. Werken kunnen gewoon steeds in omloop blijven. Valse kunst blijft dus roleren. Ook de nepaltings van Johan Meijering werden al eerder als vals herkend. Toch kwamen ze daarna gewoon weer op de markt. Waar ga je naartoe? Ik ga naar René Smithuis en dat is een expert op het gebied van schilderijen van met name de kunstkring de Groninger Ploeg. Ze heeft die schilderijen, die nepschilderijen van jou al een keer beoordeeld, hè? Ja, in het verleden, in de jaren 90. Ja. En wat zei ze toen? Ze waren vals. En toch zijn ze weer op de markt gebracht? Zijn weer op de markt gebracht, ja. Ja. Ik denk dat het handig is om die grote daar even tegen die kast aan te zetten. En die kleine misschien tegen dat tafeltje. Wacht, ik help wel even. U hebt ze toen al vals verklaard. Bent u nou verbaasd dat u ze dan weer ziet? Ja, daar ben ik uitermate verbaasd over. Hoewel ik wel een bang vermoeden had dat ze nog steeds door de handel slingerden. Maar dat het ook uitgerekend deze is die ik al een keer bij Christus dus als vals heb verklaard. En Christus heeft het toen uit de handel genomen. Later heb ik hem bij een grote taxatie. Toen had justitie een aantal werken in beslag genomen. Bij een of andere collectioneur. Daar zat dit werk weer tussen. Hebben we dus opnieuw vals verklaard. Er zijn een paar rechtszaken gevoerd. Maar evengoed, het helpt gewoon niet in Nederland. Je kan rechtszaken voeren wat je wil. Je krijgt je recht gewoon niet. Tot heden is nog geen rechter overtuigd van valsheid van werken. Hoe kan dat? Het is voor een rechter heel moeilijk om te zien of iets vals is of niet, omdat er geen origineel is. Er wordt een kunstwerk gemaakt in de stijl van een schilder. En dan moet de rechter gaan zeggen, het past niet binnen dat oeuvre, of het past wel binnen dat oeuvre. Het is heel moeilijk om daar een oordeel over te vellen. Dan heb je eigenlijk echt een expert nodig. Het probleem met experts is dat ze elkaar tegen kunnen spreken. Of dat ze niet consistent zijn in de motivering. Zet 3 experts bij elkaar, je hebt 3 meningen. Ja. En dan haalt het alweer op. Dan haalt het op. Dat is een groot probleem. Wie heeft ze gemaakt, denkt u, deze nepschilderij? Niet te denken, dat weet ik gewoon. Dat is een meneer van Loenen uit Drenthe. Wat is dat voor meneer? Sowieso een vervalser. Maar het is een meneer die schilderijen maakt, ook zelf schildert. En ik geloof een van de projecten ergens. Dat weet u zeker? Dat weet ik 100% zeker. U bent niet de enige die dat zegt, hè? Nee, er zijn er heel veel in Nederland. Ik denk dat we wel met wat de deskundigen, de echte deskundigen, de ploegdeskundigen in Nederland betreft, is er niet eentje die ook maar de geringste twijfel heeft. Meijering kocht zijn schilderij van kunsthandelaar en schilder Cor van Loenen. Van Loenen wil nu niet reageren, maar 2 jaar geleden ontkende hij voor Nova al elke aantijging. U wordt niet alleen een oplichter genoemd, ja, een vervalser. Ja, nou, schitterend.
Laat ze maar gooien met fijn gemast. Dat is het. Kijk, dit zijn de aardappelroers van 1925. Je ziet hoe mooi van Jan Altink uiteraard. Hier ga je toch niet bij denken dat dit een Van kan zijn. Ik bedoel, dat is zo evident totaal anders geschilderd. Maar kan je dat naast de neppers? Ja, dat wil ik met liefde en plezier even doen. Springen de tranen spontaan in je ogen. Kunstexpert Smeerthuis vergelijkt een echte Altink met een namaak. Voor de duidelijkheid, de oranje is echt, de groene blijkbaar een Van Loenen. Kijk, dit is een lucht die gemaakt is uit puur expressionisme, uit overtuiging. Dit is feeling, een weergave van de natuur zoals hij die beleefde. En wat doet Van Loenen? Die hangt er een Haagse schoollucht boven. Er is in Nederland nog nooit iemand veroordeeld voor kunstvervalsing. Op eentje na dan. Schilder Han van Meegeren, maar die meldde zichzelf destijds bij de politie. Zijn legendarische nep-Vermeers hangen nu in het Boijmans van Beuningen. Maar hangt er misschien nog meer? Ja, dat weet je natuurlijk nooit. Ik bedoel, als het echt goede valse kunst is, merk je het niet. Ik denk niet zo heel vaak, maar het komt zonder twijfel voor. Er is geen museum in de wereld die niet valse kunst op zaal, of in ieder geval in het depot heeft. Dus het bestaat altijd. En het is natuurlijk heel moeilijk. De echt goede vervalsingen herken je niet. Op welk moment kan je een vervalser wel aanpakken? Je moet eigenlijk met de politie invallen in zijn atelier, terwijl die de handtekening nat zet onder een vervals schilderij en op de fax een opdracht is binnengekomen voor een originele appel, of noem het maar op. Daaruit blijkt dat hij de intentie had om dat schilderij als een echte te verkopen en hij moet ook nog vervalst heeft. Dat is onmogelijk. Dat is vrijwel onmogelijk. Dus in de praktijk is het voor vervalsers in Nederland lui lekker land, helaas. Alles wijst richting de heer Van Loenen als vervalser. Hoe groot acht u de kans dat deze meneer ook veroordeeld gaat worden? Ja, dat weet je niet, maar de kans dat je als vervalser gepakt wordt is natuurlijk minimaal. De enige voorbeeld dat we hebben is Van Meegeren. En die heeft zichzelf bekend dat hij het gedaan heeft. En dan krijgt hij ook nog maar 1 jaar. Dus zelfs als hij gepakt wordt, is de straf ook een vrij minimaal. Lucratief deze prijs vervals. Als je het goed doet, enorm lucratief. Nou, meneer Meij, lekker dan, hè? Dus dat wordt wel weer niks. Nou, ik heb vertrouwen dat dit goed komt. Er is een spreekwoord in Nederland. Al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt er wel. En morgen komt deze zaak opnieuw in hoger beroep voor de rechter. En dan nog dit. Morgen in Nova, een nieuwe manier...